De meisjes hebben net een snoepje gehad en ze krijgen er weer een, want ze zijn lief. Rijka die zit natuurlijk weer te harnissen. Hé, moet je lelijk worden. Moet je lelijk worden, niet toch? Moet je nog een snoepje? Moet je nog een snoepje? Zo. Moet jij ook nog een snoepje? Zo, wat een meid, hè. Ik kwam er net nog eentje tegen. Een paar keer, twee keer al. Maar die, daar zeg ik niks tegen. Tuurlijk niet. Want je gaat niet met iemand in gesprek die je een schot nageeft, hè. Nee, dat doe je me niet. Ik ga mijn fles wijn zoeken. Maar er lopen een paar jeugdigen voor me. En als die jeugdige nou alstublieft even naar de kant gaat, kan ik met een scheef scherm belangen. Dankjewel. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zaterdag, de 15e van de januari. Ik ken de computer niet aan. Januari, februari, maart, van de 4e dus. De 15e van de 4e. En natuurlijk altijd 2023. We leven om 12:45. Ben jij aan het doen? Maar in ieder geval, ik heb de computer niet aan. Waarom niet? Omdat wij weggaan. Ik ga eerst zo met de meisjes lopen. En daarna, nou, we hebben vandaag het een en het ander te doen. Althans, ik niet. Ja, we gaan erop uit. Ik moet sowieso een bus haarlijk zien te schatteren vandaag bij de Vomer. En we gaan straks eerst de meisjes uitlaten, daarna ga ik lopend weer met een rollator naar de kerk en daar ga ik zitten, want ze zijn al lang al bezig met lopen. Dus ja, daar gaan we eventjes natuurlijk van meeproeven en eventjes aanmoedigen en ja, ik heb ook de route, dus ja, ik kan desnoods ook nog eens ergens anders even zitten of wat dan ook om te zeggen van ja, doe maar, hè, want ze moeten toch de hele route lopen. Ik heb de route had ik gekregen van Karin van de week. Dan moet ik even kijken waar ik die... Nee, dat is de camera. Die heb ik niet nodig. Galerij. Ja. Ik heb het zoeken, hoor. Want ik heb een heleboel foto's zelf. En ja. Ja. Ik heb hier de route helemaal. Nou, mijn genade. Ja, ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Het flippert natuurlijk. Maar ook had ik, zover ik weet, van Karin, dan moet ik even naar Karin toe. Karin. Even koekeloeren. Oh, die stuurt me zo van alles en nog wat door, daar word je ook beroerd van. Die niet, dat niet. Ja. Ja, de route op de plattegrond dus. Dat heeft ze me toegestuurd. Nou ja, jongen, nou, dat, als je dat allemaal moet zien, hoe en wat. Nou ja, we merken het wel, ze komen er ook weer terug, dus ja. Zover ik weet. Ja, ze moet ook weer terug zien te komen. Ja, dat is helemaal... Zit zag het door Den Helder heen. Dan moet ik hem weer weghalen.
Hup, weg. Dus ja, dat gaan we doen. En dat zet wat film. En morgen, dan zijn ze op de fiets. Dan gaan de fietsers verstart. Ja, en ik geloof ook de lopers nog een keer. Ik weet het allemaal niet. Tenminste, dat had ik begrepen. Maar het lijkt me toch de lopers dat we nog een keer gaan. Of degene die vandaag niet konden, dat die het morgen ook doen. Ja, dat kan ook nog. Maar in ieder geval, het is vandaag voor de lopers en morgen voor de fietsers. Dus ja, de halve marathon van Den Helder. En dat gaan we eventjes natuurlijk vastleggen. En hopelijk dat er misschien nog bekenden tegenkomen. Dus we merken het vanzelf wel. Ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie zien op de vlog. Maar geniet ook vooral met je eigen dingen. En doe wat je doen moet doen, wat je doen wilt. En geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, we zijn weer thuis en ik heb ook weer een lekker bakje koffie staan. Ja, want ik ga zo meteen eerst even in de keuken aan de gang. En dan ga ik naar de Vomar en dan neem ik jullie ook weer gewoon gezellig in mee. Ja, het is maar een bazaarlak, maar ja, misschien zie ik nog meer. Ja, en ik ga eerst denk ik, als ik het red met dat kring. En ik hoop het. Eventjes geld pinnen. Ja, dat moet wel gebeuren, hè. Ja, want ja, of ik moet het uit mijn spaarpotje pakken, omdat ik het andere week weer terug doe, dat ik weer wacht tot ik een goede booster heb. Ja, dat kan ik ook nog doen. Dus komt helemaal goed. En dan doe ik het gewoon terug, desnoods. Want ik vind het doodeng om stil te blijven staan en dan kan je lopen, weet je. Nou, daar heb ik geen zin in met boodschappen, nee. Dat, maar ja, we zien het wel en het is kouder geworden. Het is ja, bizar kouder geworden, echt. Er is niks aan. Maar ja, kan er ook niks aan doen. De meisjes hebben net een snoepje gehad. En ze krijgen er even weer een, want ze zijn lief. Rijka die zit natuurlijk weer te harnessen. Hé, moet je lelijk worden. Moet je lelijk worden, niet toch? Moet je nog een snoepje? Moet je nog een snoepje? Goed zo. Moet jij ook nog een snoepje? Goed zo, grote meid hè. Ja. Oei, oei, oei. Moet je er nog zo heen? Moet je er nog zo heen? Moet jij er ook nog zo heen? Goed zo. Wat zit er nog in? Ik zie nog maar één ring. Ja, en dan zie ik die nog. En ik zie die nog. Nou. Moet je er ook nog zo heen? Andersom. Zo hoort hij. Moet je er zo nog heen? Nou. Oh, lekker. Moet jij er ook nog zo heen? Lekker, hè? Nou, hebben jullie wel weer even genoeg gehad? Toch? Ik zal er weer even op. Ja. Zo. Dus ja, dat dus. Hé, dametjes van het goede leven. En meneertje, die was even buiten. Maar hij wou gelijk ook naar binnen, want het is hem te koud. Nou, ik geef hem geen ongelijk. Nee. Dus ja, dat dus. Want ik ga eventjes lekker genieten van mijn koffie. En dan ga ik de keuken in. De keuken even, de vaatwasser, et cetera. En daarna naar de Vomar. Dus ja, en dan neem ik jullie gewoon weer mee. De vaatwasser, nou dat weten jullie wel. Jullie weten dat die heel aardig vol staat. Ja, toch. Ga eens even naar de kant. Ja, ga naar de kant. Kijk, dadders. Nou, die vaas die kan er wel in, maar die moet eerst even geboend worden. De rest is geboend behalve dat beetje niet. Nou, dat is ook zomaar gedaan. Want boenen doe ik zelf, hè. Dus ja, dat wil ik weer even schoon hebben. En kookplaat ook. Nou, dat kan je op vieze rik opschrijven.
Dat is ook zo'n vieze vet. Ba, ba, ba. Nou, dat gaat straks allemaal weer blinken en schoon. Ja. Dus dat komt allemaal goed. Moet jij die kant weer een briefje? Ja. Nou, dat mag hoor. Ja hoor, schat, dat mag. Doei, wat ga je doen? Eten? Mag ook. Doedeledokie. Zo, ook weer klaar. Hé? Zo, nou ja, hebben we dat ook weer gehad. En ik zou zeggen, geniet van jullie ding. Maar geniet een beetje met ons mee. Ja, jullie zien, ik heb mijn jas al aan om dus weg te gaan. De stad even door. Maar het is hier al lekker schoon. Weer blinkend schoon. De vaatwasser die draait, maar dat kon er niet meer in. Nou, bekijk het maar. Komt wel weer een vaatwasser en ik heb toch ook nieuwe vleeswarenbakjes. Dus het heeft geen haast. Dus ja, het is lekker schoon. Ook deze hek even beter schoongemaakt, maar ja, dat kan niet in de vaatwasser. Want dan gaan het die draadjes roesten. Die ijzerdraadjes, ja. Dat moet maar niet, hè. Nee. Dus ik ga even lekker de stad in. Kijken waar ik beland. Ik moet sowieso naar de Vommer. Ik wil nog een fles wijn van me meenemen. Bezwaarlijk moet ik niet vergeten. Want anders zit ik. Ja. Dus ja, dat dus. En ja, ik ga op dat kreng natuurlijk, want ik heb nog niet anders. Maar ja, ik zie jullie gewoon onderweg, want ik neem mijn mobiel dus mee. En dat komt goed, die zit al in mijn tas. Dus ik zou zeggen, tot later. Nou, we zijn al bezig. Ik heb alweer, nou ja, dat dus. Een pak melkenband en twee flessen haarlak. Dus ja, we gaan gewoon weer verder. En dan moet ik hem wel weer aandoen. En ik kwam er net nog eentje tegen. Een paar keer, twee keer al. Maar die... Daar zeg ik niks tegen, tuurlijk niet, want je gaat niet met iemand in gesprek die je een schop nageeft, hè? Nee, dat doe je me niet. Ik ga mijn fles wijn zoeken, maar er lopen een paar jeugdigen voor me. En als die jeugdige nou alstublieft even naar de kant gaat, kan ik met een scheef scherm erlangs. Dankjewel. En nou wil ik mijn fles wijn weer en dat is die. Voilà. Kan er ook bij. Voilà. Nou, dat hoeven we niet. Nee. Die bak is leeg. Die bak is bijna leeg. Eieren heb ik. Kijk dan. Nee, die. Wou je die voor je verjaardag dan? Ja. Ja. Niks tegen mama zeggen, oh sorry. Schiet in de lach, ik ben met meerdere dingen tegelijk bezig. Ik ben ook aan het vloggen. Oh, wil je mijn naam weten? Huh? Corina met IE. Ja. En de beestenboel op YouTube. Is goed, ga ik zeggen. Ja. Ik, als ik hier binnen rijd en je ziet mij met dit gekke ding. Na dinsdag hoop ik dat die anders is, want dan krijg ik een ander. Maar dan, ik ben altijd aan het vloggen. Ja, oké. Okay. Nee. Ik zie hem vast wel verschuiven. Ja, met Corina met IE, hè? En dan de beestenboel. Hetzelfde. Hé, hey, ik heb het pas. Dan kan ik het ook voor zeggen, ik niet. Nee, geen gebak. Nee. Ik heb zin in mergpijpjes, daar heb ik zin in. Mag ik een shout-out? Hé, de liefste vader. Mag ik misschien een shout-out? Wat is dat? Weet niet, ik weet geen Engels hoor, ik heb geen Engels. Dat is dan als je in een filmpje maakt. Ja? En dan dat je eigenlijk die naam zegt gewoon. Dat iedereen je dan kent. Oh, nou dat mag ja. Hallo, ik heet Brian. En jij? Ik heet Jason.
En ik ben Jaden. Mooi. Nou ja, en ik ben Corina met IE en de Bezemboel. Okay. Daar kan je me vinden. Dankjewel. Komt dit gelijk nou op YouTube? Nee. Dat ik moet het editen en alles. Oh ja, ja. Ja? Leuk, ja. Het wordt bij mij een mooie film. Dankjewel. Oké, okay, man. Doei, doei. Ja. Ja. Ik zag een heel klein kindje en die wil ik er niet op hebben. Nee, want dat mag niet, hè. Ik had het in mijn hoofd van dat moet ik hebben, maar ik weet toch niet meer wat. En dan ben je straks thuis en dan schiet je het weer in je hoofd. Wat dom, hè. En ik weet niet wat ik eten moet. Zal ik maar gewoon weer ordinair brood eten met een gekookt eitje? Kan ook, hè. ja. Dan zeg ik. Ik weet het niet. Daar is de koekafdeling. Ja, ik moet hier wezen. Zij trok het zin in mergpijpjes. Waarom zetten ze nou zo'n bak met eierenkoeken er neer? Weet ik niet. Zo. Halleluja. Oh, hoe zit dat? Andere. Even sorry. Ik was mijn ring kwijt. Ik weet even niet hoe ik hem heb, zo dan. Ja. Ja, dat was een krat. Ah, sorry, belorie. Dat me niet zitten. En dan neem je deze ratpoester. Oh, hebben ze dat nou hier ook? 2 keer 8 rollen, €5. Dat is nog duur. 1, 2, 3, 4. Ah, dat is, nee, dat is weer wat anders. Topla. Ja, wel, topla. Ja, nou, dat haal ik normaal bij de Big Bazaar. Ja. Nou, dan ben ik hier weer. Godverdikkie. Ik ga toch even daar kijken. Aan de andere kant. Ja, dan kom je er eentje tegen die bij de Dekamarkt heeft gewerkt. Toen de Dekamarkt nog bij ons was. Ja. Ik ga eventjes daar langs. Even kijken of er een lekkere snack is. Moet je me daar niet voor langs lopen. Je ziet dat ik aan het filmen ben, ja. En dan het allemaal langs lopen. Doe je dat toch niet? Hele makreel, kloostermakreel. Oh, nou ja, oké, dan moet hij naar het klooster toe. Nee, ik moet geen zalm. Zit ik er weer tegenaan? Wat een rotting. Ja, ik heb zin in iets lekkers, maar ik weet niet wat. Ja, die wielen die zijn er vele malen hoger. Dus je zit zomaar tegen die rand van
ik zit zomaar hier tegenaan. Hier tegenaan, met mijn wielen. Omdat het hoger is. Ik had met die zolder nooit problemen. En nu? Het is bizar. Ja, echt. Ik zit weer te handen met die ring. Zo. Hier is nog een bak. Even achteruit. Ja, natuurlijk. Kom weer aan die knop, daar tegenaan. Met die knop kom ik daar tegenaan, tegen dit ding. En dan gaat hij hier op flikkeren. En dan kan ik niet meer rijden. Dus moet ik hem helemaal uitdoen. En dan moet ik hem weer aandoen. Ja? Nou, dan moet ik achteruit. Ja, dus. Beetje bij beetje. Eerst wat. Ik wil weten wat dat is. Oh, 5 euro, wel duur hoor. Ook een overschotel. Nee, heb ik niet nodig. Ik hoef geen overschotels. Nee hoor, hoeft van mij niet. Nee. Nou. Gaan we weer door. Kleine meid, mag ik erdoor? Dankjewel. Kijk, we komen in de buurt, wat ik leuk. Rundvlees, oh nee, wat is dat duur geworden? Jeetje! Echt waar? Een ijsschoteltje. 3,49, dit was eerst 99 cent. Ze hebben gewoon 50 cent erbij opgedonderd. Jeetje, zijn ze gek geworden. Kanonnen. Ja, jongen nog een toe. En deze, dat is ook duur hoor. Kanonnen. En dan die groene bakjes. 99 cent. Dat was eerst die. Is toch absurd. 1,49. 50 cent erbij opgedonderd. Ze zijn gek. Ik denk, nou, ik wil even wat harder. Dus ik denk, nou, dan maar een slaatje. Maar je durft er gewoon niet te kopen. Deze is wat is dat? Dat stikje op. Hij met biesloos. Ja, oké, maar gewoon een slaatje. Gewoon eventjes lekker. Wat? Nou, zoals dit. Dat was eerst 98 cent. Ja. Nu 1,49. Ja, en dan wil je, pak je deze. Er zit niet eens iets ei op. Nee. Dan kook je zelf een ei. Ja. Eieren waren wel goedkoop. Oh, zijn die weer wat goedkoper? Ja. Dan ga ik even kijken. Tjongen, nog aan toe. Nou, misschien dat ik dan... Echt absurd hoor. Echt absurd. Schreeuwend duur. Nou, de eieren waren goedkoper, zegt die meneer. We gaan kijken.
Nou, ik zie nog steeds 4,29 hoor. 3,99, nou. Nog steeds duur. Dat noem ik niet goedkoop. En mijn gouden rand eromheen gezeten. Jongen, nog een toe. Nou, dat pak ik dus ook niet. Dit is ook hartstikke duur hoor. En je hebt hier wat meer aan. Dat is niet één keer op. Neem ik een leverworst. Ja, ik neem een leverworst van 1,34. Dat is ook niet in één keer op. Voilà. Hoppata, Tita Tovenaar. Wat staat je in snavel daar? Ja, ik zit iedere keer met mijn vingers. Er zit er niks in. Allemaal duur, 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 duur. Ja, echt waar. En daar al. Gaan we hier even kijken. Wat we hier hebben. Kijk, dat is, dat valt mee. Huppata. Dan zeg ik, dat pakken we mee. Dat is weer duurder. En dat is weer goedkoop. Huppata. Ja, dat dacht ik alweer. Ik denk al, blijf stilstaan. Kan je niet. Zat ik weer met die hendel tegen dat scherm aan. Oh, is een rotding. Ik vervloek dit ding. Nog even. Het is jammer dat ik niet weet waar de burgemeester woont. Maar anders, ja. Had ik hem zelf gezorgd dat dat kring er kwam. Bij Mary op sleeptouw. Voilà. Nou, we zijn weer hier al aanbeland, dus bij de kassa. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ja, het is koud. Vreselijk, echt. En dan heb je handschoenen aan, hè? Ja, ik had dat ik met de booster bezig was, want ik kwam op 2 rode streepjes thuis. Ga je naar Albert Heijn toe? Van Albert Heijn ga je binnen door naar de Vomar toe. Daar doe je, dat hebben jullie gezien, daar waren jullie er bij mee. Ik kan dat in principe belopen. Heb ik al eerder gezegd. 2 rode streepjes. Hij lijkt sneller leeg te lopen dan die altijd. Het wordt steeds bizarder, echt. Nou, ik ga denk ik ook niet meer weg met dat ding. Nee, ik wacht gewoon op dinsdag. Ik heb mijn rollator. Ik ga morgen weer naar de... Ja, naar die straat toe waar ze langs lopen. Nee, is niet voor... Nee, is niet voor jou. Nee, is je niet voor jou. Moet je gapen, dan moet je gaan slapen. Ja. Dus ja, en ik had telefoon gekregen van Mary. En die klonk niet, ja, niet vrolijk. Dus ik denk dat er iets aan de hand is. Dus die ga ik zo bellen. Want bellen gaat sneller. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder. Ik ga zo aan de koffie. Ik ga eerst koffie klaarmaken. En mijn bounty eten. Ja, die mogen de dames niet hebben, want daar zat ze al aan te ruiken. Nou, aie hoela hoep. Geen chocola voor mijn meisjes. Want ik wil mijn meisjes nog langer bij me hebben. Ik heb geen hondje niks geaaid hoor, hé. Schoon frisse lucht.
Ja, ik heb iemand gezien die hondjes heeft, maar die heb ik niet aangeraakt en niet meegesproken. Nee. Dat meest dat, nou ja, dat kan, hè? Ze heeft mij een schop maar gegeven, dus ze bekijkt het maar. Ik stond pal naast haar. Ja, ken je dat? Zij stond daar in de booster en ik stond daar, bij de groenteafdeling. Dus ja, ik heb er geen blik waarde gekeurd. Ja, maar dat is geen oog. Ik bekijk het maar. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet een beetje mee. Ja, lieve Mirjam, ik kom even voor jou. Ja, Mirjam Eleveld, die had me vragen gesteld. En ja, ik zal weer beginnen met antwoord geven. Het gaat over mijn man en mijzelf natuurlijk. Hoe heeft hij jou ten huwelijk gevraagd? Mijn man heette Jack, en dat weet zij. En dat had ze al gevraagd. Dan leggen we hier te snurken, oké. Okay. Hoe heeft Jack jou ten huwelijk gevraagd? Nou, hij zou het doen, maar het is nooit niet gebeurd. Nee, heb ik gedaan. Ja. En waar vind je een romantischere plek dan in je bed? Ja, ik heb het gewoon in mijn bed gedaan. We lagen lekker bij elkaar. En ik heb hem gevraagd. Hij wou mij vragen, maar... Hij zat al helemaal uit te dokteren hoe hij mij op het strand kon krijgen. Nou, dat gaat het hem niet echt worden. Met een rollator en een stokkontje gaf het jezelf in. En dan wou hij op een paard naar me toe komen en dan op een afstand blijven. Omdat ik bang ben van paarden. Ja, ik heb ooit vroeger, in het verre verleden, een schop gehad van een paard. Nou ja, daar zit je niet op te wachten, nee. Maar in ieder geval, ik heb hem dus gevraagd. Nou, ik hoop dat je hier deze vraag het juiste antwoord voor je hebt gekregen. Ja, dus hij heeft mij niet gevraagd, ik heb hem gevraagd en dan gewoon lekker in bed. Ja, onder het genot van een bakje koffie. Ja, heerlijk. Dus ja, dat dus, lieve schat. Dus ja, Mirjam. Dat was dus vandaag en dan kan ik die vraag weghalen en dan komt morgen de volgende vraag. Ja, dus lieve schat, ik zou zeggen, ik hoop dat je deze antwoord, dat je daar tevreden mee bent en ja, en anders heb je pech, maar ik heb het dus gedaan, maar dat kan tegenwoordig, hè. Wij vrouwen mogen ook mannen ten huwelijk vragen en niet de man ons, nee, hoeft niet meer. Dat was vroeger zo, maar dat is tegenwoordig niet meer. Maar in ieder geval, lieve schat, Mirjam Eleveld, alsjeblieft, hier is je antwoord. En ik hoop dat je, nou ja, dat het goed voor jou was. Ja, dat je nou genoeg weet op deze vraag. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Die is net begonnen, het is 6:50. Ik ga zometeen aan een vlog beginnen, de editen, et cetera. En ik zal ook eten en ik moet mijn meisjes nog weer uitlaten. Ik geloof dat ik dat zometeen eerst ga doen. Ja, yeah. Dus komt allemaal goed, ik zou zeggen. Hou gewoon vol goede moed en tot later. Daar ligt op mijn bord een lekker stukje vlees. Het is zo'n kaas, hamburger, weet ik veel, met saté, weet ik veel. En een maaltijdsalade. Ja, daar zit macaroni doorheen en weet ik voor wat nog meer. En omdat het weekend is en omdat het kan. Een wijntje en uiteraard een bakje koffie. Ja, dus we gaan lekker smullen en hoe laat leven we? Het is alweer 19:36. Ook heb ik al voorbereidingen getroffen om een vlog in elkaar te gaan zetten. Dus ja, en daar ligt Elwin. En daar ligt Rijka en die had wat lekkers gekregen. Die moet het weer eens niet, dus dat kan Elwing opeten, want die lust het weer wel. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, wij gaan weer naar bed toe. Daarom sta ik en ben bezig de boel af te sluiten. Ik heb de kruik al klaar, Elwing ligt op de bank. En Rijka, waar is Rijka? Rijka. Oh, daar. Zit daar. Ach, zo.
jou niet. Hé, maar nou wel. Ja. Hé? Kiekeboe, ragebol. Elwing, hé? Mijn meisje. Ja, dat wij gaan lekker naar bed toe. Dat we zeggen gewoon welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het. God houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. You've been lost in